Hoe lang doet het al? Hier al meer dan 32 jaar. 31, 32 jaar. En, van al mijn 16 ben ik er bezig, dus ik ben er veel meer dan 50 jaar bezig. In het drie seizoen is het hier één keer in het 10 dagen. Dat is 6 projecten in de eerste dan kerst vaker, maar meestal is het één keer in de week. Hè. Want het is van mooi petit. Het is van soms jouw roer al. En dan is dat een uur of 10 en 11. En dat is een hele tijd, ja. En dan met al die administratie moet ik nog maar invoerd worden. Jong, wat is nou het nut van wat zo nou doet? En wat het nut is, ja, sommige vrees zeggen dat al, maar wij doen dat voor de wetenschap om te zien hoe de condities van die vogels binnen in het terrein. Hè, en als er verroringen binnen, zien hoe wat ze binnen, zien met ze heen gaan. En als er het binnen als het ware indicators, die zangvogels. Want als er iets met zangvogels aan de hand is, is er iets met het milieu aan de hand. Want elke vogel die je weggeeft, vertrekt naar Afrika, die criteria als het ware naar je fjern. En dan moet de hele conditie goed zijn. Want als het fretten niet goed is, dan komen ze hier weer om. En als ze hier verbloeien en het fretten is hier niet goed, dan gaan ze dus in slechte conditie verder. En dan gaan de trend die kan naar beneden gaan. Die milieuindicator is jouw visus aan wat er iets mis is. Dat is een soort van madiscrisis. Dat is al volle jaren bekend dat er iets madiscrisis aan de hand is. Maar het bloed moet terug zanekin en voordat ze wat doen. Maar als je het ziet dat er wat aan de hand is, ben je vaak al te laat. Je moet ervoor wijzen. Je moet zeggen van nou, het gaat slecht met die soort, want er is iets aan de hand. Wij moeten zien om die en die wijzen, of er is vergif in het spel, hè, dat ken ik. Dan moest erbij wijzen, dan moest het melden. Wat is dat voor vogeltje, Jan? Dit is een zwartkop en dit is een twarde hier. Dat kan je zien aan de voorkant van het zwarte, het er nog een hele grote bruin zit. Hij is vorig jaar geboren. Hij had nog een ringje gekregen en dan leden we bij de vrijheid. Wat is mansje, wiefjes? Mansje. Mansjes zijn zwarte petjes en de wiefjes die hebben een bruin petje. Volledige winterrij in de kamer. Hier zit nog een paar pennen hier achter. Dat zijn oude pennen van vorig jaar. Die had die zitten laten. Hier ding in aarde, hier ding in kracht voor zeker. Vitus, mannetje. Na nou, eerste kalenderjaar. Wat zegt dat, Jan? Dat is oud kleed. De jongen die binnen nog net, maar die ben vers kleed. Dit is een gesleten veren. Dus we zien die veren ben helemaal gesleten. De stutpen besleten en de vleugelpen besleten. Hier de tappen ben helemaal gesleten. En aasen in juli, of eind juni, dan begint die van binnen uit, krijgt die alle genaaie veren hier. Hè. En de fiets is de soort die hier, en zowel hier als in Afrika, naaie veren krijgt. En die rooit wakker. Die rooit wakker. Een echte rooi is dus. Dit is al in een rooi, moet je maar zien. Fiets. Oh, er zit inderdaad een nieuwe veren in. Dat is enorm betekend. Is dat? Ja. Een nieuwe veren, dat ben ik ja. En deze fiets die had zijn nou zijn breedseizoen al gehad. Die begint nu al te rooien en dan gaat het aan. Dat is een goed gewicht.
Ach, wat zo. Dat is goed gewicht. Ze ben ik wel eens verder. Een rijskoren is te zien. Een rijskoren werd aanjongen in een getal. En mijn cijfertjes. En we weten dus dat deze pennen, dus die het nou, dit is een centimeter wortel, is hier uit de bloedspoel. En ik heb gezegd van nou, dat is voor die pen is dat scoren 1 of 2. Hmm. Maar die oren is bijna uitgroeid, die is 4. En is hij helemaal uitgroeid, is hij 5. En al die gegevens stellen we dan maar op. Dan komt het alle keer in die computers. En dan weten we wanneer beginnen ze met de rij, wanneer stoppen ze, wanneer ben ze klaar, hoe lang duurt het de rij. De aarden beginnen aan begin, eind juli voort. En de jongen die komen erachteraan. Je weet het maar zien dat ze er komen. Je weet dat op meer of andere manier weten ze wat ze heen moeten. Mooie reis jongen. De eerste. Kan je nog even voorstellen zonder dit? Ja, eigenlijk wel, maar het is mooi werk te doen. Maar als je langs het wang kijkt voor de wetenschap, moet het wang. En als het altijd net begeert, ja, dan moet je bij een gas bij weer omnemen. Ja, want je kan ze volgen gaan waar je wil. Maar... Ja, maar gas bij weer omnemen. Bedoel je mij van dat dan je mooi ophouden moest? Nee, van oké. Omdat het minder maar... net niet zetten. Ja, wat minder dwang. Ik heb dan gewoon bijdrage in nodig. Dat is net zo moeilijk, de kerstweltjes erin, de kersten, jonge weidevogels erin. Maar ja, het wordt steeds intensiever, hè? De wetenschap vreekt steeds meer. Ja, hier is de oude hoor, die zit hier voorbij. Kom maar, huis voor fut, joh. Huis voor fut. Wat werk. Nou, deze zwel die bloeien eerst nog een tijdje tot augustus. Ja? Augustus, dan gaat de midden augustus, dan gaat de hele club vaak of zo. Hoe gaat het met de stand van de zwel trouwens? Hier is hij redelijk. Hier zit 400 peer. Nou, in de tweede zit er 60 peer. Nou, dan zit er bij het treintje wiel een stukje 15. Nou, dan zit er in mooi griep zit ik nog maar. Dat zit hier raar van. Dus het ging goed maar overigens wel. Ja, die ging 43. Ondanks de steenmaker. Ja, maar ja, dat was erbij, hè? Die 4. Ja. Die steenmaker die roept zien komen zich om. Om pretten natuurlijk. Maar het aantal steenmatters dat neemt wel erg daar. Maar ja, ze zijn beschermen. Ja. En dan moet je er niks aan doen, niet weten. Tenzij je dus ontheffing hebt. Die zon die pauzeren, dat is heel belangrijk, want dat zijn natuurlijke plakken met ze hun nesten graven kennen. En, wij willen ze graag sturen en dan doen we dat met van die oeverswalu wanden, meisjes. We wappen erin boren, in beton en daar hebben we zon is in mijn wand. En dan graven ze die gotjes hier en dan hebben ze te plak. Dan weten we ze, nou, daar zit ze veilig, daar hebben ze een nestplak. Maar dit zon die houdt een keer op. Nou ja, dan moeten ze vrij door zijn. En dat is dus. Maar die zwel mee dat ziekje niet kennen. Daarom gaan ze dus vaak naar alle kanten uit. Dus dan wordt hij weten het belang waarin je nog volger hebt. Ja, ze zien wat ze heen gaan. Ja. Ja, in Afrika daar vangen ze om op te eten. Maar
Hier durven we het alleen nog om te onderzoeken. Dit is eigenlijk een rare wereld, Jan. Ik bedoel, hier doen we een hele hoop werk voor om onderzoeken waar die beestjes heen gaan en milieuindicators en dat soort dingen. En ja, dan kom je in overwintergebieden, ze gaan op Molintak zitten en ze weer oprijden. Ja, nou, dat is zo. En sommige plakken, daar wil ik op sketten. Dat shirt is er. En zo zie je zo'n liefst boegels. Ja, in Afrika, ze pluk je de vleugels eraf en dat ding en ze met kale knippen dat nou en dan doen ze het in een palmblad en dan lezen ze op het smeulende vuur tot die geer is. Nou, dan pakken ze hem eruit en dan doen ze wat bladen en kruiden erbij en dan eten ze het op. Ja, het is een hele gekke wereld. Dus wij kunnen iets aan het voorstellen en dan denken van nou, is er oorzie niet? Ja, misschien maar net. Dit is jong, die is hier nu dit hier geboren. Die bruine somkes die hierop zitten, en ook bij de stut hier, en daar kunnen we het naar zien. En als je de voorkant, die heeft onder de kin heeft die al van die mooie vlekjes. En deze die heeft een hele hoog kleed, zeg maar. De stuitvierkes die vieren over haar. Dat ziet er heel hoog uit. Dit is betekent het hier? Ja. Dat is een vreemde ring, hoor. Spaanse oeverzwaling, Jan? Ja, Spaanse, maar hij komt uit Spanje. Tolk, ja. Keulen naar Madrid. Kom je net vaak, ja. Nou, El Toro. En dan gaat hij, hè? Ja.